Voorzitter, de provinciale statenverkiezingen tonen klip en klaar aan dat heel veel mensen niet alleen de boeren een warm hart toedragen, maar ook dat heel veel mensen klaar zijn met het afbraakbeleid van kabinet Rutte. Echter is dit kabinet nog niet klaar met zichzelf en de kiezers. Willens en wetens houdt zij onder goedkeuring van Brussel ons land in de wurggreep van klimaat, stikstof, woke, massa-immigratie. En om de boel in controle te houden gaat men morrelen aan ons geld. Wie het geld controleert, kan immers de wereld controleren. Onze gulden is al afgepakt en nu zijn de bankbiljetten en de munten, oftewel het contante geld, aan de beurt. Want cashgeld maakt onafhankelijk. Daarom wordt de CBDC, oftewel de digitale euro, geïntroduceerd. Hiermee kunnen banken en overheden betalingen van burgers en ondernemers controleren. Het moet het walhalla zijn voor minister Kaag. Haar vurige wens, het monitoren van particuliere transacties boven de 100 euro, is daar maar kinderspel bij. Afschaffing van contant geld lijkt een kwestie van tijd. Maar contant geld is een wettelijk erkend betaalmiddel dat van ons allemaal is. Dat zou nooit zomaar afgeschaft mogen worden zonder raadpleging aan de burgers middels een referendum. De euro is toch van ons allemaal, of toch niet? Graag een reactie van de minister. Om nog meer grip op de burger te krijgen, zadelt dit kabinet ons op met de Europese digitale identiteit, het zogenaamde EID. Daaraan wordt een soort digitale portemonnee gekoppeld, waar niet alleen je digitale euro's in bewaard kunnen worden, maar ook belangrijke documenten zoals diploma's, doktersrecepten, je vaccinatiestatus, een digitaal rijbewijs en wellicht ook je CO2-bonboekje. In feite je hele hebben en houden. Het zal allemaal vrijwillig zijn. Nou, dat kennen we van de EU. Dit is de voorbode van een surveillance samenleving, waardoor een betaling straks geweigerd kan worden als je bijvoorbeeld politiek incorrect bent geweest. In Canada hebben we al gezien waar de kameraad van premier Rutte, Trudeau, toe in staat is. Van demonstrerende vrachtwagenchauffeurs werd ijskoud hun bankrekening geblokkeerd. Trudeau vergoelijkte dit door te stellen dat de vrachtwagenchauffeurs er onacceptabele meningen op nahouden en uitspreken, ook dat nog, die niet representatief zijn voor wat de Canadezen denken. Dit gebeurt dus in Canada, een westers land dat ons ooit bevrijdde van het fascisme. Maar hier in ons eigen land doet de staatssecretaris Van Huffelen ook precies wat zij wil. De Tweede Kamer wilde geen volgende stap in de uitrol van de Europese digitale identiteit en nam een motie aan van de SP die oproept niet in te stemmen met de volgende stap in het proces. Lakhebbende aan de meerderheid van de gekozen Tweede Kamerleden tekende de staatssecretaris toch bij het Brusselse kruisje. Hiermee stemde zij in met de komst van en onderhandelingen over de EID. Waarschijnlijk is de digitale identiteit in 2025 in het gehele landenblok ingevoerd en liggen alle burgers aan de digitale enkelband. Als je zo'n controlestaat optuigt, heb je kennelijk angst voor je eigen burgers. In feite is het een teken van zwakte. Ik moet eerlijk toegeven dat ik me ook niet zo lang zou voelen als ik er zo'n zooitje van had gemaakt. Voorzitter, de EU zou goed zijn voor de handel, voor onze economie. Maar ondertussen breekt het niet alleen onze economie af, maar ook ons initiatief. Of gaan wij straks enkel een oorlogseconomie overhouden waar de eurocommissaris van de interne markt Breton voor pleit? Hij wil immers de productie van de wapenindustrie opschalen naar het niveau van een oorlogseconomie. Hiermee krijgt de productie van defensiemateriaal de hoogste prioriteit. Bedrijven kunnen gedwongen worden hun productie te verschuiven naar producten die nuttiger zijn voor oorlogsinspanningen. Producten voor het dagelijks leven kunnen schaars worden en op de bon gaan. En dat kan dan maar weer zo dat CO2-bonboekje zijn. Dit kabinet maakt het blijkbaar niet uit, want minister Hoekstra heeft aangegeven: het is essentieel dat de munitie er zo snel mogelijk komt. Hoe maakt ons niet uit? De vraag is dan ook aan de minister: steunt dit kabinet het voorstel van deze eurocommissaris? Voorzitter, is dit nu die EU-waardegemeenschap? Eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en de eerbiediging van mensenrechten. Weet u, voorzitter, als je erachter komt dat je op een dood paard zit, kan je maar beter afstappen. Tot zover. Dank u wel, mevrouw de heer Bakker. Voorzitter, ik wou maar niet doorgaan op dat dode paard, want die staat al niet meer, denk ik. Maar ik zou heel even gewoon objectief op cijfers
Had het net al over, bij mijn bijdrage, over het CPB-rapport over de handelsvoordelen. De handelsvoordelen van de EU voor Nederland bedragen 3,1% van het BBP. En daarmee is het een van de landen die het meeste baat hebben gehad bij de toegenomen handel in de EU. Dat is gewoon de CPB-conclusie. Uh-huh. Zou het dan toch niet ook in het belang van de kiezers van mevrouw Faber zijn dat dat punt ook onder de aandacht wordt gebracht? Nou, weet u, voorzitter, het is zo jammer, hè, dat al die export-euro's van ons, die hangen in het Target 2-systeem. En die blijven gewoon inhangen en die krijgen we gewoon niet. Want het is namelijk een soort lat waar we het op bijgeplust, wat we hebben geëxporteerd. Als wij bijvoorbeeld, ik noem maar wat, voor 10 miljoen verkopen aan Frankrijk, dan komt er plus 10 miljoen te staan. En is het zo als Frankrijk weer wat aan ons verkoopt, bijvoorbeeld voor 2 miljoen, gaat dat er weer af. En volgens mij staan we iets in de plus momenteel iets van 180 miljard of misschien nog wel hoger. Dus wij betalen onze eigen export. Dan is het nog zo dat het natuurlijk erg belemmerend is, die hele Europese Unie. Want we hebben laatst allemaal, denk ik, in de krant kunnen lezen over onze tulpen. Die gaan in de knop geknakt worden. Want daar zijn dus ook weer allerlei regels over dat het niet meer zou kunnen. We hebben het over de vissers. Hè, onze vissers die moeten ook gewoon ermee stoppen. Terwijl de Fransen, die kunnen gewoon doorgaan. Want hun boot is iets korter. Dat zijn allemaal hele slimme regeltjes om ons buitenspel te zetten. Dan hebben we natuurlijk onze boeren. We hebben de beste boeren ter wereld. Maar die moeten vervolgens het veld ruimen. In ieder geval minstens de helft. Daar is uw partij ook een groot voorstander van. Terwijl we wel 100 miljard gaan geven aan bijvoorbeeld Oekraïense boeren. Nou, ik weet niet of dat nou allemaal zo goed is voor onze boeren. En alle logica ontbreekt in deze. Ja, voorzitter, als dit het verhaal is dat mevrouw Faber aan haar kiezers verhoudt om uit te leggen wat het voordeel van de Europese Unie is, dan denk ik niet dat ze dat zullen begrijpen. Ik denk ook niet dat ze kan uitleggen dat het uiteindelijk in hun voordeel is. Maar goed, iedereen heeft zijn eigen cijfers. Ik heb het CPB hier en ik wou het daar maar bij laten, voorzitter. Dank u wel. Nou, ik wil hier toch wel eventjes op reageren, want alsof onze kiezers van de PVV iets niet zullen begrijpen. Ik denk dat ze het heel goed kunnen begrijpen. En je hoeft namelijk niet per se academisch geschoold te zijn om te weten dat je belazerd wordt. Voorzitter, je hoeft helemaal niet academisch geschoold te zijn om je eigen rekening, winst- en verliesrekening in het MKB of je eigen bedrijf of de export in Nederland te kunnen beoordelen. Dat de Europese Unie de grootste afzetmarkt van Europa is voor ons. En de import en de doorvoer uit Rotterdam. Het zijn allemaal zulke evidente waarheden waarbij ik denk, ja, hoe kan mevrouw Faber na 12 jaar in dit huis en al die informatie die langskomt, die ze ook heel goed leest, die ze ook heel goed kent, toch nog dit verhaal houden alsof de Europese Unie geen toegevoegde waarde heeft voor de Nederlandse burgers en dus ook haar kiezers. Want het onderscheid tussen die elite en het volk, dat laat ik dan maar even onbesproken. Nou, kijk, wij zijn helemaal niet tegen handelsdrijven. Ik denk dat handeldrijven, dat geeft welvaart. Daar ben ik wel van overtuigd. Hoef je mij niet van overtuigen. Maar het probleem is dat de Europese Unie zich steeds verder opdringt in ons domein. We hebben het over sociaal gebied. Kijk nou eens bijvoorbeeld naar onze pensioenen. Onze pensioenen moeten hervormd worden van de Europese Unie. Dat vind ik nogal niet wat. En als ik dan kijk, voor de Europese Unie, voordat er een Europese Unie was, dreven wij ook handel. Als u weet ook nog, we hebben in de oude zaal gezeten, hadden we dat plafond en dat waren onze handelspartners van de Republiek van de Nederlanden, die daar op het plafond geschilderd waren. Dus voor de Europese Unie dreven wij ook handel. Dus er is prima handel te drijven. En daar zijn wij ook niet op tegen, maar we zijn er wel op tegen dat de eerste is ons, die euro is doorgedrukt, er is geen enkele raadpleging over geweest, terwijl die gulden was van ons allemaal, die is gewoon weg, die is gewoon verkwanseld en nu begint men politiek steeds meer op te dringen, er wordt je van alles opgelegd en daar zijn we gewoon helemaal klaar mee, daar zijn we gewoon zat mee en dat zijn onze kiezers ook. Voorzitter, bij verschillen van mening, één correctie, pensioenhervorming hoeft niet van Europa. Het is wel als voorwaarde op de tafel gelegd voor de coronafondsen om daar een beroep op te doen. Dank u wel, mevrouw Faber.